jongens, tof dat je hebt geklikt op deze video, want ik heb namelijk een hele belangrijke mededeling. Ik ga stoppen met dagelijks vloggen. Maar ik stop niet helemaal. Ik ga voor jullie een weekvlog maken. De reden waarom ik stop met dagelijks vloggen is omdat mijn leven nu niet zo erg interessant is. Daarnaast ga ik ook werken en ik ga 2 mei weer terug naar school. Dus ik krijg het behoorlijk druk. En om dan dagelijks te vloggen, dat wordt sowieso niet leuk. Want ik kom terug van school of terug van werk. Ik ga avond eten en ik ga een avond chillen. En daarna ga ik slapen. Dat is natuurlijk niet leuk om te kijken. Daarom dat ik een weekvlog ga doen. En in de weekvlog zien jullie alleen maar de leuke dingen die ik doe in de week. En niet hoe ik een broodje zit te eten, want dat boeit niemand. Maar ik hoop dat jullie het zo wel een beetje begrijpen en een beetje snappen. Daarom dat ik nu deze besluit heb genomen. Uiteraard stop ik niet met There It or Pass. Dat is een hele nieuwe serie die ik wil gaan doen. Snap niet wat ik bedoel? Klik hier even op het i'tje. Of hier, ik weet niet waar het is. Of klik even hier beneden in de beschrijving. Dan ga je naar de video en laat gelijk jouw challenge achter. Dat is een heel nieuw iets wat ik wil gaan doen. Maar dat moet ik nog eventjes helemaal goed gaan uitbreiden. Hoe ik het wil gaan doen. En wat ik nou precies wil gaan doen. Uiteraard de prank op Nigel. Dat ben ik ook nog niet vergeten, jongens. Ik weet het duurt een hele lange tijd. Maar als ik mijn vriend wil pranken, moet ik het echt heel erg goed doen. Tenzij hij nu deze video kijkt, ja, sorry. Dan heb ik het nu al verpest. Maar hij is het toch weer zo vergeten, hoop ik. Moet goed komen. Dat was mijn mededeling. Wees alsjeblieft niet heel erg getreurd. Ik ga absoluut niet stoppen. Mij ziet alleen een weekvlog. Dit betekent dat 24 april... Zeg ik het wel goed? Dit betekent dat 24 april de allereerste weekvlog online komt. Maar dit houdt ook in dat gisteren de allerlaatste dagelijks vlog online is gekomen. Elke maandag komt de weekvlog online en elke vrijdag komt er een andere leuke extra video. En dat kan zijn een prank, een challenge met mijn vriend samen, een tag video, een noem het maar op. Dat kan van alles zijn. Dus wees niet getreurd, ik stop absoluut niet. Maar het is alleen eventjes een andere twist, omdat ik het best wel druk ga krijgen. En ik hoop dat jullie het zo een beetje begrijpen. Uiteraard kan je me ook volgen op Snapchat. Daar ga ik nu ook dagelijks op snappen. Dus vind ik het echt heel erg jammer dat ik gestopt ben met dagelijks vloggen. Dan kan je me altijd nog op Snapchat volgen. Dan zie je het binnen 2 seconden, zie je het, wat ik heb gedaan. En dan denk je, oh my god, Trell is daar. Dan kan je naar naartoe komen, kunnen we meeten, want dat lijkt me wel leuk om te doen. En ik praat nu hartstikke snel en ik weet ook helemaal niet wat ik zeg. Ik hoop dat alles zo duidelijk is. Zijn de dingen niet duidelijk? Laat het eventjes hieronder in de reacties weten. Want ik weet zelf nog ineens wat ik om heb gezegd. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jou maandag en vrijdag bij een nieuwe video.